Dag dames en heren, goedemorgen. Verkiezingsdag vandaag en het blijft in ieder geval droog. En het is ook nog eens vrij zacht, maar we starten wel met vrij veel bewolking. Eigenlijk een hele zwakke storing die afgelopen nacht van noordwest naar zuidoost over ons land trok. Nou, die bewolking die wordt in de loop van de ochtend dunner. En in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag komt af en toe het zonnetje tevoorschijn. Temperaturen iets lager dan gisteren, maar nog altijd behoorlijk zacht. Een graadje of 10 hier op de Waddeneilanden en lokaal 15 graden ergens in Brabant en Limburg bij niet al te veel wind vandaag, zwak tot matig uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht is het vrij helder, maar de lucht is vochtig en dat betekent dat er mist en nevel gaat ontstaan, met name in de zuidelijke helft van ons land. In het noorden is het helder en daar wordt het behoorlijk koud, temperaturen rond het vriespunt en aan de grond in het noorden en oosten van ons land ook een graadje vorst. En dan bij een matige zuidelijke wind. En die zuidelijke wind voert morgen zachte lucht aan. De temperaturen gaan omhoog naar gemiddeld. 15 graden, maar in het zuiden van het land kan het zelfs 17 graden gaan worden. En daarbij hebben we ook nog eens 9 uur zonneschijn. Een fantastische dag. Daarna is de glans er een beetje af met in de nacht en ochtend naar vrijdag een beetje regen. Daarna wat zon en een enkele bui. Temperaturen van slechts 9 graden. In het weekend zien we de temperaturen weer oplopen, maar dan wordt het echt wisselvallig met veel bewolking en af en toe ook wat regen.